Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Jepide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. We zijn alle donateurs van harte dankbaar voor hun donaties. Want zonder uw hulp, zonder uw donatie, zouden wij dit allemaal niet kunnen doen. Vandaar onze hartgrondige dank voor uw bijdrage aan Stichting Jepide, maar daarmee ook uw bijdrage aan de samenleving om mensen in nood te helpen. Wij bedanken u allemaal. Heel veel kijkplezier. We zijn thuis bij familie Mangaal en mevrouw Mangaal en Nani Mangaal, de grootmoeder, die is er niet thuis. De kinderen wel. En we staan er met Shalini, hè? Viraisha. Oh, Viraisha. Ja, Viraisha, naar welke klas ben jij gegaan? Naar de vijfde klas. Naar de vijfde klas. En je broertje? Naar de vierde klas. Oké, kijk. Er zijn er twee schoolpakketten hier. Eén voor jou, één voor je broertje. Dit komt van een mevrouw. Ze wil haar naam niet, maar ze stuurt dit voor jullie. En ze zegt dat jullie je best door blijven moeten doen. Ja? Het is een harde tijd. En als je hard je best doet, dan ga je iets worden in de maatschappij. Je ziet het, je hebt geen schooltas gehad. Vandaar dat er één enveloppe is voor jou van diezelfde mevrouw. Hierin zit er geld. Ja, hierin zit er geld. Zodat mama een tas voor jou kan kopen. En dit is voor jouw broertje. Ja. Ook om een tas te kopen. Is van diezelfde mevrouw. Dus twee schoolpakketten. En geld om tas te kopen. Ja, die mevrouw. Het is haar niet gelukt om dat te doen. Dan zal mama dat voor jullie doen. Jullie hebben verder groenten. Van marktmeester Gautam Dhanai. Die we heel erg dankbaar zijn. En dit is namens mevrouw Deel. En mevrouw Wonnie. Dus dit is er. Deze twee enveloppes is voor jullie om schooltas te kopen. En dit is voor mama van meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag. Meneer Deel en mevrouw Wonnie bedanken we. We feliciteren hun. Hierin is er 2000 SRD en dit moet je aan mama geven. Ja? Wil je wat zeggen aan alle donateurs, al die mensen die dit voor jullie hebben gestuurd? Hartelijk bedankt voor iedereen. Ja, daarin moet je kijken. Ja. Hartelijk bedankt voor iedereen. Ja, en je best blijven doen, zoals ik dat heb gezegd. En een fijne vakantie. Ben je al ergens geweest in de vakantie? Ja, meneer. Waar ben je gegaan? Zwemmen. Oké. Ja. En wat doe je nog meer in de vakantie? Ik ga wandelen. Ja, voorzichtig. Ja. En een prettige vakantie. We zijn er ook bij mevrouw Ramseren en haar twee kleinkinderen, aan wie wij dan ook doneren. De starters schoolpakket van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. John mevrouw, schoolpakket per huis. Enige tjitje in mevrouw naam na deze appen. Kali deelse per huis. Ar bole kilarken. Appen best doorokere. Naar welke klas ben jij gegaan? Vierde klas. En naar welke klas ben jij gegaan? Derde klas. Jullie hebben dit van een mevrouw gehad. En die mevrouw heeft gezegd, jullie moeten je best blijven doen, ja? Die mevrouw heeft geen tijd gehad om schooltas voor jullie te kopen. Maar jij krijgt een envelop van die mevrouw. Hierin zit er geld om een schooltas te kopen. En ook jij krijgt een envelop. Dat Aji of papa dan een schooltas voor jullie kan kopen. En van meneer Deel en mevrouw Wonnie. In verband met hun verjaardag, meneer Deel en mevrouw Wonnie, in verband met hun verjaardag, ik envelop met 2000 SRD, mevrouw Ramseren, Arjun Tarkarik pakket, groentepakket, Uhe Barkabajar ke marktmeester, Gautam Dhanai. Kusma te bole? Je pathavega, sabke baut dhanbaad deila. Trumpo shaka karvina, thank you well. Ja. Mooie sabke sanke jant garib malal ke seva kare sabke bhandar sanke bharal hai aur hamara aashirwad sabke lag jave bhi mat bol yahi se khandi mevrouw dankjewel mevrouw goed zo je best blijven doen hoor. Wat hebben jullie al gedaan in de vakantie? Spelen. Je bent nog nergens gegaan? Nee. Jullie gaan nergens? Nee. Okay. Ja, prettige vakantie. Ja.
mevrouw Hanuman, is een starterspakket, he? Schoolpakket, ik een starter schoolpakket. He? Ik mevrouw doneer kreeg op een naam naar mange, deel ze betaal, is voor je zoontje, kon klas met geil? Eerste klas. Ja, eerste klas. Dan is dit voor hem. Je mevrouw kan ze mee naar om schooltas te kopen. Hoe heb je dat hij een envelop in mijn paisa he? Is het bole, schooltas kan je larka gaat in cha. John Tarkari he, hoe heet marktmeester Gautam Dhanaike. En van meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag. Ja, meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag. Ik envelop met 2000 SAD. Alsjeblieft. Kus Mathe Bolle, doe natuurlijk. Martin Bolle, hoe John schreef deel, hoe mevrouw Kebo, heel hartelijk dank. We gaan ook een Jujanger benaderen. Hoe John Bhai Tarkari deze, hoe ke Bhagwan Jujanger benaderen. Hij is de garib lonke happy kare. Aur jon bole faryari raha dui jane ke alsnog hem hartelijk gefeliciteerd bolila aur bhagwan sabke jeev jangar hamesha banai rahe. Hanuman laat de donateurs, elk donateur van harte bedanken. Zij die het schoolpakket heeft gedoneerd, een starter schoolpakket, haar hartgrondige dank. Gautam Dhanai, de marktmeester, wordt van harte bedankt. Maar ook meneer Deel en mevrouw Wonnie, die worden van harte bedankt voor de financiën. En ook nog gefeliciteerd in verband met hun verjaardag. Dat is dan wat mevrouw Hanuman meegeeft aan al deze donateurs. We zijn er bij de bejaarde mevrouw Binda met haar kleindochter. En mevrouw Amelia Ayodhya, die heeft dan dit meisje gezien bij een eerdere aflevering van ons. En ze vond het dan nodig om haar dan een Elsa schooltas te geven met daarbinnen dan ook schoolspullen. En voor de Aji is er dan groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai en van meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun jaardag. Meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag. Ik envelop met 2000 SRD, alsjeblieft. Wil je wat zeggen aan mevrouw Amelia? Dank je wel, iedereen. Oké. Artukus Matebole? Ah, wat? Wat is het? Ah, het is het. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Verjaardag. Ja, mevrouw Binda, die heeft altijd de zenuwen, maar het komt erop neer. Ze bedankt ook de donateurs, maar nogmaals, we willen mevrouw Amelia Ayodhya van harte bedanken voor de schooltas met schoolspullen die ze heeft gedoneerd. Wat is je naam? Safina Bechu. Ja, Safina. Mevrouw Amelia vraagt één ding aan jou en dat is dat je best blijft doen op school, ja? Dankjewel. Mevrouw Meghu, mevrouw Amelia Ayodhya, die heeft in een aflevering, een eerdere aflevering, uw zoontje gezien. En heeft het daarom gemeend om in verband met het nieuwe schooljaar hem dan een schooltas met daarin schoolspullen te doneren. Nogmaals, dat komt van mevrouw Amelia Ayodhya. Van marktmeester Gautam Dhanai krijgt u een groentepakket. En van de heer Deel en mevrouw Wonnie, zij doneren in verband met hun verjaardag. Ja, meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag een enveloppe met 2000 SRD. Alsjeblieft, wilt u wat zeggen aan de donateurs, ook aan mevrouw Amelia voor de schoolspullen en schooltas? Ja, mevrouw Amelia. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor die schooltas voor die zoontje van me. Hij gaat naar de eerste klas en hij zal zeker goed gebruik ervan maken. En verder wil ik de heer en mevrouw Deel en Wonnie ook heel hartelijk alvast feliciteren en bedanken voor hun envelop. En ja. De marktmeester. De marktmeester ook hartelijk bedankt voor die groenten. Ik zal zeker heel goed gebruik ervan maken samen met mijn gezin. Ja. Dank u wel.
mevrouw Amelia Ayodhya, die heeft ook de kinderen van meneer Mahabir bedacht. En zo hebben dan alle drie kinderen schooltassen met schoolbenodigdheden gehad. Nogmaals, dat is namens mevrouw Amelia Ayodhya, die het op naam heeft gestuurd voor de kinderen Mahabir. En het gezin, die krijgt er verder een groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai en van meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag. Meneer Deel en mevrouw Wonnie in verband met hun verjaardag een enveloppe met 2000 SRD voor meneer Mahabir. Wil je wat zeggen aan mevrouw Amelia? Wil je aan haar zeggen dank u wel? Dank je wel. Ja? Dank je wel. Dank je wel. Goed zo. En weet je wat mevrouw Amelia aan jullie vraagt? Ze vraagt dat jullie heel hard je best blijven doen, ja? Daarom hebben jullie heel mooie schooltassen gehad. Dus nu moeten jullie alleen je best op school doen, ja? Kusmate bole, meneer Mahabir? Wat heb ik gebouwd dan bij de leer? En we doneren aan mevrouw Ramdien en aan haar kleinzoon. En de donatie die komt er van de heer Kenneth Rambali en Kavish Rambali, de directie van radio en televisie Trishul en Radio 9. En dat is in verband met hun verjaardag. De felicitaties aan de heer Kenneth en Kavish Rambali. En in dat kader hebben zij dan gemeend om een levensmiddelenpakket te doneren. En voor de toekomst van morgen, de jeugd, dan ook een schooltas met schoolbenodigdheden. En dat is dan voor de kleinzoon van mevrouw Ramdien. Wij hebben een enveloppe en dat is afkomstig van meneer Deel en mevrouw Wonnie. En dat is dan in verband met hun verjaardag. En dat is dan voor mevrouw Ramdien. En mevrouw Ramdien die krijgt er van meneer Deel en mevrouw Wonnie een enveloppe met 2000 SRD. Alsjeblieft, wilde u wat zeggen aan de heer Kenneth en Kavish Rambali voor de levensmiddelenpakket, schoolpakket? Hartelijk dank. Wie zijn dit? Dat is meneer Deel en mevrouw Wonnie. Meneer Deel en mevrouw Wonnie. Wonnie, hartelijk dank. Aapke bhandar, prabhu, sada bhara rahega. Kahiyo khali na rahi. Bahut bahut dhanbaad hai aur ye sab cheez. Meneer Kenneth Rambali. Meneer Kenneth Rambali, bahut bahut dhanbaad hai aapke. Aapke bhandar sada bhara rahe. Van hem heeft hij ook een levensmiddelenpakket hier. Van meneer Kenneth Rambali. Meneer Kenneth Rambali. Bahut bahut dhanbaad hai aapke pakket ke sab kuch ke. Kon che hum mangat rahe aap log se bole. Ego khas bom no udake hame. Hum pakai na pai lal. Aankhi bahut uprasi dunu aankhi uprasi. Chulha apna pakai pai la. Jab pakai la ta aankhi aise khali. Ure tran kare hum na pakai pai la. Oise ego chota ke ko plat hai. इत्तत के वही पकायला कोनो रकम से हमार खास बम चोरी हुई ये या dan heeft de gemeenschap dat gehoord. Wat is jouw naam? Santosh. Ja, Santosh. Naar welke klas ben je gegaan? Vierde klas. Meneer Kenneth en Kavish Rambali. Je bent ja? Vijfde gegaan. Ja, zij willen één ding van jou en dat is dat je je best blijft doen op school, ja? Ja, wil je iets zeggen? Dank u wel allemaal. Meneer Sue Ratan en diens dochter die nu naar de MULO zal gaan en dat is dan negende leerjaar zoals we dat kennen. Die krijgt er dan van de heer Kenneth en Kavish Rambali ook een stevige, goed gevulde schooltas. En we wensen ook haar het allerbeste voor het nieuwe schooljaar. En verder is er een levensmiddelenpakket van de heer Kenneth en Kavish Rambali en dat is met hun verjaardag dat binnenkort dan gevierd zal worden namens een anonieme donateur. Ja, een anonieme donateur, 1000 SRD alsjeblieft. En ik, mevrouw Jennifer Nam Namange, zij wenst ook anoniem te blijven. Zij doneert in verband met haar verjaardag. En van deze mevrouw krijgt u 500 SRD. Kusmate Bolle, subdonateurke. Pais 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 p
Hoe dan bad ik die naam? Alleen dat hebben we nog plastic erbij. Maar ik heb dat maar gezien. Jarjam, ik heb dat. Jarjam, ik heb dat. Ik heb dat nog erbij. Maar toen had je erbij. Dat je houdt. Nou, meneer Sjoerdten, laat zijn dank uitbrengen aan de donateurs. De laatste keer, dat is enkele maanden geleden toen we bij hem waren. Vertelde hij dat hij opgenomen moest worden, maar daarvan is er nu afgezien, zegt de dokter, dat de operatie niet kan plaatsvinden, want het is te riskant, zegt hij. Nogmaals, hij laat de donateurs van harte bedanken voor alles wat hij heeft gehad, ook voor de financiën. Wij doneren ook aan kleine Daniel. En kleine Daniel die krijgt er ook een schooltas met schoolbenodigdheden van de heer Kenneth en Kavish Rambali, de directie van Trishul Radio en Televisie. En de moeder die krijgt er eveneens van de heer Kenneth en Kavish Rambali een levensmiddelenpakket. En dit is dan in verband met de verjaardag van vader en zoon. Een anonieme meneer die ter ere van zijn echtgenote heeft gedoneerd. Ja, een anonieme meneer. Ter ere van zijn vrouw een enveloppe met 500 SRD. En een mevrouw, zij heeft gedoneerd in verband met haar verjaardag. Ja, een mevrouw in verband met haar verjaardag ook een enveloppe met 500 SRD. Wilde je wat zeggen, Daniel, aan alle donateurs? En wat meneer Kenneth en meneer Kavish aan jou vragen, is dat je je best blijft doen op school, ja? We zijn er thuis bij mevrouw Sine, maar van de zoon begrijpen wij dat mevrouw Sine op dit moment naar de dokter is gegaan. Maar geen nood, de zoon die neemt dan de donatie in ontvangst. En dat is dan een levensmiddelenpakket namens de heer Kenneth en Kavish Rambali, directie van Radio en Televisie Trishul en Radio 9. En er is een schoolpakket voor de zoon die naar de zesde klas is gegaan, achtste leerjaar. En voor de zusje die naar de vierde klas is gegaan. Nou, de tassen met inhoud, dat komt ook van de heer Kenneth en Kavish Rambali. En het enige dat ze aan jullie vragen is dat jullie je best blijven doen. Pakket is voor uw moeder en ook een enveloppe van familie Ramsaroep en familie Anoop uit Nederland. Ja, familie Ramsaroep en familie Anoop uit Nederland. Hierin zit er 975 SRD en van de heer Rawin Mituram in verband met de verjaardag van zijn dochtertje Rani. Ze is er op 8 augustus 5 jaar geworden en van hun krijgen jullie een enveloppe met 500 SAD. Wilde je wat zeggen aan alle donateurs? Bedankt voor alles. Ja, dat. En ik zei het al, blijven jullie je best doen, ja? Ja. Oké. Wij doneren ook aan meneer Ramcharan. En meneer Ramcharan, die heeft er twee dochters. Die naar de een zit er al op de Mulo, de andere gaat nu. Vandaar dat ze dan ook twee schooltassen met inhoud krijgen. Dat is dan voor de schoolgaande dochters van meneer Ramcharan. U ziet de situatie van meneer Ramcharan. Hij is in een rolstoel. Zijn been is geamputeerd, waardoor hij dus nu niet kan werken. En dus afhankelijk is van hulp van anderen. En de tassen die zijn gedoneerd door de heer Kenneth en Kavish Rambali, directie van Trishul Radio en Televisie. Omdat de heer Kenneth en Kavish binnenkort jarig zijn, hebben ze gemeend om op deze wijze hun verjaardag te vieren. Er is ook een levensmiddelenpakket, welke afkomstig is van de heer Kavish en Kenneth en Kavish Rambali. Groentepakket is gedoneerd door marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. Van meneer Deel en mevrouw Wonnie. Zij doneren in verband met hun verjaardag ook een enveloppe. En aan meneer Ramcharan geven we dan een enveloppe van de heer Deel en mevrouw Wonnie met 2000 SRD. Alsjeblieft, Kusmate Bolle donateurske. Ik zou alle donateurs bedanken. Heer hartelijk bedankt geven. Dank geven ook. En ik zou toch wel hulp willen vragen, want ik kan echt niet zo blijven en
zo thuis alleen zitten met mijn kinderen. Het is te vervelend, het is te zwaar. Het is stressend voor u. Het is stressend voor mij. Ik kan niks doen, ik verveel me gewoon, echt waar. Ik heb ook hulp bij de pers gevraagd. Ik heb ook appjes gestuurd. Maar ik kreeg geen enkele reactie van niemand. Ik heb naar andere plaatsen ook hulp gevraagd. Geen hulp van niemand. Ik vraag aan ieder die mij kan helpen. Met alles wat er is. Door alle goede levensmiddelen of wat dan ook. Waarop ik ook slaap. Op mijn bed. Heb ik ook problemen. Ik kan zei dat die matras vervangen moet worden. Jawel. Dat is ook moet vervangen worden. Want alle plaatsen zie je dat er draden zijn. En waardoor ik kleren daarop moet gaan zetten en dan moet ik daarop gaan slapen. Het is echt vervelend voor mij. En u bent zeker patiënt. Dat is gevaarlijk voor u. Gevaarlijk voor mij. Dus ik vraag aan ieder die mij kan helpen met alles. Met alle benodigdheden wat er kan, wat er niet kan. Nee, duidelijk. Mensen hebben uw oproep gehoord, meneer Ramcharan. Laten we komen, laten we kijken wat er aan hulp komt vanuit de samenleving. Ik begrijp het ook. Het is een heel moeilijke tijd nu. Iedereen probeert te overleven. Zij die doneren zijn we heel erg dankbaar, begrijp je toch? Zij konden het anders hebben gebruikt, maar hebben gemeend om toch mensen te helpen. Ja, laten we kijken. Dus wat er als reactie komt uit die samenleving richting Stichting Jepide. En dan als het zo is, voor u bestemd is, dan zullen we dat ook brengen. Ja, is goed dan. Wij doneren ook aan gezin Badal en de dochter van mevrouw Badal, die gaat naar school. Dus die krijgt er dan een van de prachtige schooltassen van de heer Kenneth en Kavish Rambali, directeur van radio en televisie Trishul en Radio 9. En verder ook nog van Rams en Kavish. En dat is dan een schooltas met schoolbenodigdheden. De heer Kenneth en Kavish zijn jarig en hebben gemeend om op deze manier dan hun verjaardag te vieren. Daarnaast is er ook een pakket namens de heer Kenneth en Kavish Rambali. Groentepakket is van Mark Meester, Gautam Danai en Mark Venters. Van familie Ramsaroep en familie Anoop uit Nederland. Ja, familie Ramsaroep en familie Anoop uit Nederland. Een enveloppe met 975 SRD, alstublieft. En namens een mevrouw in verband met haar verjaardag. Ja, namens een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Zij doneert 500 SRD. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs, mevrouw Badal? Nou, ik bedank al de donateurs van harte. Op welke wijze dan ook. En toch naar de mensen toe komen om ze te ontmoeten. Hartelijk bedankt. God zegen. Reis het toe aan hun. Ik bedank ook de TB en JPD. En met zijn crew. Van alles wat ze hebben gedaan. Ook de directeur Kenneth Rambali. Wil ik ook van harte bedanken. En dat ze toch naar mij hebben gedacht. Ik had drie dochters. Die naar school gingen gaan. Maar ja, omdat ze hun letters niet zo goed kunnen onthouden. Toch, als ze op lessen krijgen van de juf, dan kunnen ze het niet. En ik heb ook wat papieren gehad dat ik ze naar de psychiaters moest brengen. Toch? En dat, je weet, alles is nou zo duur, de busgeld en zo, dergelijke. Dan heb mijn man en ik hebben gedacht van, weet je wat, gaan we niet uitkomen. Wie gaan we dan, hoe moeten we verder? Dan mijn man en ik hebben besloten om die kleine naar school te sturen. Nee, alleen sowieso kleine, moet hij daarna, ja. Toch? Mm-hmm. Misschien kan zij later wat worden in de maatschappij. En dat ze later ook ons kunnen helpen, ook de andere samenleving verder. Dus dan hebben we gedacht om de kleine nu te sturen. En ze gaat naar Bolle 3G. Okay. Wil je zeggen dankjewel? Dankjewel. Oké, je best doen hoor. Okay. Ja. Nou, bedankt mevrouw Badal. Ja, want zij hebben me ook gezegd, van, ik heb ook gesproken met mijn Rakhib Hanal broer. En ik heb hem, hij heeft me ook besloten om haar naar school te sturen, sowieso. En ze heeft me gezegd om te gaan als er iets aan de hand is, dat ik hem moet zeggen. En dat hij met zijn vrouw, dus die Bhoji dus, verder gaat regelen om de kleine toch naar school te sturen. Dat klinkt allemaal goed. Ja,
Is goed dan, dankjewel. Ja. Ook een donatie aan mevrouw Sharda van Kenneth en Kavish Rambali, de directie van Radio en Televisie Trishul. En dat zijn dan twee goed gevulde schooltassen voor de kinderen van mevrouw Sharda. En dat zijn dan de twee kleine jongens daar. Verder is er een levensmiddelenpakket, eveneens gedoneerd door de heer Kenneth en Kavish Rambali, omdat ze binnenkort jarig zijn. Er is een groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. Van Nasser Bhaggu, ja, Nasser Bhaggu, een enveloppe met 1000 SRD, alstublieft. En van de heer Ravin Mithuram, in verband met de verjaardag van zijn dochtertje Rani. Dat kindje is op 8 augustus 5 jaar geworden. Nogmaals, Ravin Mithuram, jaardag van zijn dochtertje Rani, 8 augustus 5 jaar, 500 SRD. Mevrouw Sharda, wil u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, ik wil alle donateurs heel hartelijk bedanken. Iedereen, vooral die schooltassen, heel belangrijk voor de kinderen. En groente, alles heel, 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 heel extra bedanken. Ja. Ik ben heel blij. En het enige wat de donateurs vragen, voor wat de schoolspullen betreft, is dat de kinderen gewoon hun best blijven doen op school. Ja? Ja, ja, heel, ja, zeker weten, ja. Ik zal mijn best doen, ja. Mevrouw Feira krijgt er 3 schooltassen met inhoud van de heer Kenneth en Kavish Rambali. Zij doneren in verband met hun verjaardag. En verder ook nog een levensmiddelenpakket, eveneens van de heer Kenneth en Kavish Rambali. De groentepakket, dat is afkomstig van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. U krijgt van een meneer die anoniem wenst te blijven, ja, een persoon die anoniem wenst te blijven, een enveloppe met 1000 SRD, alstublieft. En van een mevrouw, een anonieme persoon, 500 SRD, alstublieft. De heer Kenneth en Kavish Rambali, die vragen slechts 1 ding. En dat is dat u 3 kleinkinderen, want vandaar dat u 3 tassen hebt gehad, 2 meisjes en een jongen, die naar de lagere school gaan, dat ze gewoon hun best blijven doen. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik wil ze heel hartelijk dank zeggen voor het gift wat ze voor me hebben gestuurd. En dat God ze nog vele jaren in ons midden mag houden om verder het werk voor te zetten wat ze bezig zijn te doen. Ja, ik wil ze heel hartelijk dank zeggen. Ja. En mijn kleinkinderen ook, namens mijn kleinkinderen wil ik hem ook heel hartelijk dank zeggen. Ja. Dat is goed. Dank u wel, mevrouw Feira. Ja. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Wenst u in contact te treden met Stichting Yepide, kunt u bellen op de volgende telefoonnummers 857-3x47, 857-3x47 of u belt op 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93 of u belt op het kantoor nummer 43-99-23. Makkelijker, u loopt er persoonlijk langs aan de Kokobiakoweg nummer 48 bij Trishul Radio en Televisie. Maar we maken het nog steeds makkelijker voor u. Vooral in deze uitdagende tijden, want dan kunt u ook doneren via onze bankrekeningnummers. En dat is dan bij de Hakeringbank ten behoeve van Stichting Yepide. En u geeft eraan voor wie het allemaal bestemd is. En dan zijn dat bankrekeningnummers in euro, US dollar of SRD. Alle informatie over de bankrekeningnummers en hoe u zou kunnen storten, dat krijgt u hier onderaan in beeld. Nogmaals, donateurs, wij bedanken u voor uw bijdrage. U weet het niet wat uw donatie in feite allemaal doet in deze tijd. Zeer uitdagende tijden, zeer moeilijke tijden. Alles is dus welkom. Neemt u contact op met Stichting Yepide en u hoort van ons hoe u ons allemaal kunt helpen. En daarmee helpt u dus de samenleving. We bedanken
alle donateurs nogmaals voor hun ondersteuning die ze geven en nog steeds geven. Ik ben Dennis Vijay en zeg graag tot de volgende keer.